In het kader van de besparing krijgen ministers die hun privéauto's inzetten een vergoeding van 15.450 SRD per maand. Minister Brontosum Hardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat bij het aantreden van deze regering er auto's werden gehuurd voor de ministers. Dat kwam maandelijks neer op een bedrag van tussen 40.000 en 50.000 SRD per voertuig. De bewindsman benadrukt dat er een bestaande regeling is dat een minister die zijn eigen voertuig inzet daarvoor vergoed wordt. Het is nu aangepast aan de markt van vandaag. En ik ben het daarmee akkoord, want je bespaart de staat bijna 30.000 per maand toch. Dus als je het omrekent is het nu $800. Het is, wij geven veel. Dat doen we met plezier. We geven veel van onze vrijheid. En ik heb ook altijd gezegd, wij krijgen veel van het volk. We krijgen een goede salaris. We krijgen goed vervoer. En dat is ook een van de redenen dat ik heb gezegd, na onze ministerschap hoeft het volk ons niks meer te geven. Laten we onze werk nu doen. En belangrijk voor mij is een hele goede wagen, want ik ben de hele dag op straat. En mijn wagen is net de tweede kantoor. Dus. U zegt dat ministers krijgen een vergoeding. Alleen de ministers die een privéwagen gebruiken. Het zijn niet alle ministers hoor. Sommigen hebben het van de staat, sommigen gebruiken het. Maar we wilden af van het huren van de wagens. Dat was tussen de 40.000 en 50.000 per maand alleen voor het huren van wagens. En daar willen we van af. Somohario zegt dat er niet alleen bespaard wordt op vervoer, maar ook op kantoorspullen en werknemers. Hij zegt verder dat de ministers binnenkort meer zullen inleveren. Maar ook wij als ministers gaan straks meer belasting betalen. En deze groep, deze raad van ministers, doet dat graag hoor. We werken met liefde. Ik mag u verklappen, u kunt het nagaan. Een hele grote groep van deze ministers verdient nu minder dan dat toen ze geen minister waren. Ik inclusief. Maar we doen dit werk met liefde. We zien dat het steeds beter op rails komt. Er was natuurlijk de afgelopen 10 jaar een soort anomie mentaliteit gecreëerd. Vooral de afgelopen 6 jaar. En het volk is toen in zijn schulp gekropen. Die heeft gezegd, oké, doen jullie maar. Het interesseert me niet meer. Nu is er een regering die voor hun klaarstaat. Die verantwoording aflegt. En ook verantwoording aflegt voor de daggelden die wij nu krijgen. En de daggelden is zeker een besparing op de huurauto's. Dat was dus minister Brontosum Hardjo van Binnenlandse Zaken. Sinds het aantreden van de huidige regering is de vergoeding voor leden van de regering die hun eigen auto inzetten met 500% verhoogd. Op 1 januari werd de laatste aanpassing doorgevoerd.